Hoi, mijn naam is Miranda Wouters. Ik ben coördinator van het vrijwilligersinformatiepunt van SWO, het VIP. Het VIP is dé centrale plek voor informatie over vrijwillige inzet in de gemeente Drimmelen. Wij zijn er voor alle vrijwilligers en voor alle organisaties die met vrijwilligers werken. Ook is er een vacaturebank waar je vrijwilligersvacatures in kunt plaatsen. Wij willen met Omroep Drimmelen een aantal programma's gaan maken. In dit programma willen we organisaties die met vrijwilligers werken een podium geven. Misschien wordt dat wel jouw organisatie. Je krijgt dan de kans om te laten zien hoe belangrijk vrijwillige inzet is voor de samenleving. Maar vooral ook hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn. Wil jij hier ook gebruik van maken? Of heb je een ander leuk idee? Neem dan contact met ons op. Power Weekend Made is een van de toch wel grotere evenementen hier binnen de gemeente. Waar ontzettend veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Kun je daar eens iets over vertellen? Over de vrijwilligers hier binnen het Power Weekend? Ja, op zich is daar wel wat van te vertellen. Die vrijwilligers zijn hier alleen op het terrein al ongeveer 6 weken bezig om op te bouwen. 4 weken opbouwen, 2 weken afbreken van het hele evenement. We hebben ongeveer een 11-man bestuur dan, 60 tot 80 man powercrew. Dat is een vaste groep die opbouwt, afbreekt. Weekenden voor Power Weekend, avonden. Maar de laatste weken zijn er ook een heel aantal die nemen vakantie op om hier te kunnen bouwen. Ja, dus dan heb je het eigenlijk over een kleine 300 vrijwilligers die daar zo bij betrokken zijn, ja, zeg maar. Ja, klopt. En wat doen die vrijwilligers nou eigenlijk? Want je noemde net de power crew en bestuur. Nou, wat het bestuur doet, dat is wel een klein beetje te voorspellen wat die doen, zeg maar. En power crew, wat je net zegt. Ja, dat zijn mensen die zijn eigenlijk al jaren bij ons betrokken. Daar komen er af en toe bij en dan vallen wel eens af. Maar die mensen die... hebben een gewoon vak thuis, maar die doen hier iets heel anders. Die doen bijvoorbeeld hier steiger bouwen of tenten bouwen of hekken zetten of elektriciteit mee aanleggen, toiletten mee aansluiten. Ze doen werkelijk alles. Maar heel vaak is het wel leuk, want het is vaak niet haar eigen vakgebied. Soms ook juist wel, ja. Maar soms ook helemaal niet haar eigen vakgebied. Gewoon iets heel anders om mee bezig te zijn. Dat is hartstikke leuk. Ja, dan heb je het over het weekend. Hè. Daar heb je heel veel vrijwilligers, heb je er dan. Hè. 200, 250 zei je net. En wat doen die dan voor werk? Ja, tijdens het weekend? Ja. Veel achter de bar opruimen, aanvoer, entree van mensen, verkeer regelen, trekkers op zijn plek zetten, dingen mee aansturen, echt van alles. Ja, ja. Hoe krijg je dat nou aangestuurd dan, zoveel mensen? Dat groeit. We zijn nu zeg maar in het 30ste jaar, dus wij weten een beetje hoe het werkt. Maar vanuit het bestuur zijn er mensen die hebben de taak om die mensen aan te sturen. Die vrijwilligersgroepen die meehelpen in het weekend, die komen we vaak van andere vrijwillige evenementen. Zoals in Zundert, de bloemencorso-groepen, Prinsenbeek, de carnavalsgroepen. Die komen hier helpen. Okay, dat klinkt wel heel bekend eigenlijk. Want als je Zundert, Prinsenbeek... Dat is al een hele hechte club die uitwisselen met carnaval Prinsenbeek en Corso Zundert. Ja. Oh, maar die groep die zit hier dus ook... Die helpen hier ook mee. Nou, ja. Sinds dit jaar doen we ook de tenten. De KPJ die heeft een van onze tenten voor hun eigen feest in de winter. Ja. Maar die bouwt hem hier op in de zomer. Dus nu, top 100 heeft een van onze tenten... bij hun staan, maar die bouwen hem ook hier op voor ons en zo verspreiden we het werk. Okay. Dus als ik dat goed begrijp is eigenlijk gewoon dat heel veel clubs, heel veel verenigingen, die zijn hier bekend binnen Power Weekend. En die nemen dus hun groep vrijwilligers mee. Ja, Want dat is nou wel een beetje duidelijk, zeg maar, want ik vroeg me eigenlijk af van hoe kom je nou toch aan zoveel vrijwilligers? Maar... die groepen, ja, dat is een beetje de vraag iedere keer, maar die halen we er mooi bij. Maar de powercrew is wel onze vaste groep. En dat zijn echt mensen die zijn een heel jaar geleerd op Power Weekend. Die gaan naar andere wedstrijden, die weten hoe wedstrijden werken gedeeltelijk. Die leven er echt mee, die leven er naartoe wanneer het helemaal vastdag is dat we de eerste dag weer op gaan bouwen. En ja, die komen eigenlijk altijd als ze tijd hebben, maar die zijn echt vast aan ons gelinkt. En die andere groep vrijwilligers, hoe kom je daar dan eigenlijk aan?
Ja, er zijn altijd mensen die mensen kennen. En zo groeit dat altijd. En ja. in de evenementenwereld al ken je elkaar ook al snel. Anton, jij doet hier vrijwilligerswerk hier bij het Power Weekend. Kun je er eens iets over vertellen over jouw werk, wat jij doet als vrijwilliger hier bij het Power Weekend? Ja, ik doe hier alle voorkomende werkzaamheden. Ik heb in principe wel een beetje je vaste dingen. Tenminste, iedereen weet op een gegeven moment wel wat er moet gebeuren. En nou zijn we bijvoorbeeld hekken aan het zetten en met het evenement zelf sta ik bij de weegbrug. Als het gaat regenen, trek je de zeilen over de baan. We bouwen tenten op. Maar iedereen, ja, ik zeg al, op een gegeven moment dan loop je een paar jaar mee en dan weet je wel van, ik hoef allemaal niet meer te vragen. Je weet wel, je ziet het werk wel, zeg maar. En hoe lang doe je dat hier al? Volgens mij al een jaar of 20 of zo. Oh, dat is best lang. Dat is best lang, ja. Dat is best lang. Maar wat vind je er nou leuk aan dat je dat, want er moet iets zijn, wat jou die drijfveer geeft om het zo lang hier zo vol te kunnen houden? Of vol te kunnen houden om het hier te kunnen doen, zeg maar. Nou, ik zie het niet als een opgave, zeg maar. Het is gewoon, het is een week of 5, 6 per jaar. We beginnen een beetje van tevoren en naderhand 2 weken opruimen. En ja, het is een hele hechte groep met mensen. Die ook altijd wel opkomen dagen. Je begint met een paar man en hoe verder je bij het evenement komt, hoe meer mensen dat het horen. En ja, dat is gewoon heel leuk. Van 70 plus tot 18, 17, 18 jaar. En ik zit er een beetje tussenin. Een beetje de bovenste helft. En ja, dat gaat allemaal met elkaar om, allemaal op een gelijk niveau. En dat is wel heel leuk. Ik zag jou net hier zo met hekkers sjouwen. Ja. In jouw dagelijks leven, dan loopt er niet meer hekkers te sjouwen, denk ik, of wel? Nee, dan trek ik een slang uit van een tankauto voor elkaar gas, zeg maar. Dan vul ik van die propaangastankjes bij mensen die geen aardgasaansluiting hebben. Ja, dat is heel iets anders. Maar dat is ook heel leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Oké, okay. Ja, maar goed. Maar dit is leuk om er... Ja. Dit moet je ook niet een heel jaar willen doen, hoor. Dit is 5, 6 weken per jaar en dan is dat leuk. En dan, het is een soort hobby van, je bouwt hier samen iets op. Het hoogtepunt is het evenement zelf, daarna bouw je het af. Dan hebben we nog een medewerkersfeest en dan hebben we in buiten het seizoen, zeg maar, hebben we nog een uitje van een medewerker, zeg maar, van de powercrew. En dat doen ze allemaal wel heel goed, hè. Dat is gewoon leuk. Je hebt gewoon een groep. Ja, we hebben een groepsapp, er zitten meer dan 100 mensen in of zo. Dus zoveel vrijwilligers lopen hier rond. Ja. En dan samen maken iets moois, zeg maar. Dat is leuk. Hey Jip, vrijwilligerswerk hier binnen het Power Weekend Maarden. Hoe lang doe je dat al hier zo? Ik meen dat ik dit voor sinds 2013 doe. Nou al. Oké, dus dat is gewoon al 10 jaar nou, zeg maar. Ja, dit wordt jouw 10e jaar. Ja, dit wordt mijn 10e jaar. Oh, jubileum. Ja. Oh, leuk. Zeg, en wat maakt nou dat je dan al 10 jaar hier iedere keer terugkomt en iedere avond hier een beetje staat je hobby, zeg maar. Hè, wat vrijwilligerswerk. Dit is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Wat vind je er nou zo leuk aan om dat te doen dan? Ja, gewoon de gezelligheid met de rest van de powercrew. En wat je hier toch wegzet als je om je heen kijkt. Het is een groot evenement en als je daaraan mee mag helpen, dan is dat toch wel heel leuk. Ja. Oh, dat is mooi. En dat motiveert je ook om dat te blijven doen. Ja. Zeg, wat doe je nou zo ongeveer allemaal hier aan werkzaamheden dan, zeg maar? In het weekend zelf sta ik op de camping. Dan zorg ik dat hier alles komt te staan en dat het gezellig blijft. En voor het evenement help ik mee opbouwen, hekken zetten, steiger bouwen, torens bouwen. Hoeveel caravans komen hier dan zo te staan dan? Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Nee. Maar het is altijd wel een gezellige boel hier dan. Ja, het is hier altijd wel heel gezellig. Wessel, Power Weekend Maarden, er zijn heel veel vrijwilligers zijn daar aan de gang. Jij doet hier ook vrijwilligerswerk. Ja. En wat doe je hier allemaal als vrijwilliger? Ik probeer zoveel mogelijk mee te helpen. Probeer hekken te zetten, echt iedereen helpen, tent te zetten. En vooral eigenlijk mee te helpen met de rest. Ja. Proberen hekken te zetten of serieus ook hekken zetten? Ja, serieus wel hekken zetten. Oké, dat is dat aardig. Wat meters aan hekken zie je zo, hè? Ja. Hoeveel meter heb je zo weggezet? Uit mijn hoofd 4 of 5 kilometer zelfs. Zo, hallo. Dat is gewoon een dag van de Vierdaagse, zeg maar. Dat ja, je precies. Zo, ja. Ah, oké. Zeg, maar wat vind je nou zo leuk aan het vrijwilligerswerk om dat hier te doen? Ik vind het gewoon leuk om met een leuke groep, gezellige groep, allemaal jonge gasten, gewoon s'avonds en door het weekend nog eventjes wat... wel leuk te klussen. Ja.
Wat je doet overdag, doe je heel iets anders, denk ik, of niet? Ja, ik zit nog op school. Oké, je zit op school. Wat doe je dan voor opleiding of voor richting? Ik doe allround meubelmaker. Oké, allround meubelmaker. Dat heeft wel iets met het maken van een tribune hier op het terrein? Of, Ja, dit is allemaal wel meer met staal. Ik doe het vooral met hout, maar het is nog steeds wel leuk om te doen. Ja, ja. Maar wat maakt nou, wat hoeveel jaar doe je dat nu eigenlijk al hier zo? Dit is mijn vierde jaar dat ik mee kom helpen. Vierde jaar? Ja. En je hebt er nog geen genoeg van dan? Nee, nog zeker niet. Nee. En wat maakt nou dat je volgend jaar toch weer terugkomt dan? Ja, gewoon de gezelligheid. En als je dan het evenement ziet dat zo groot is dat jij daar mee hebt geholpen met bouwen. Ja, dat je een soort onderdeel van bent. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Hartstikke goed. Hey, succes met topbouwen verder. Dankjewel. Wil jij de volgende keer met jouw organisatie in de schijnwerpers? Of ben je op zoek naar wat je zelf aan vrijwilligerswerk kunt doen in onze gemeente? Neem dan contact op met het vrijwilligersinformatiepunt. Of kijk op de vrijwilligersvacaturebank. Want vrijwilliger zijn, dat doet iets met je.